Een goeie morgen. Welkom bij een nieuwe Ups and Down. De ochtend is al ruk begonnen. Liam die had zijn ochtend niet. Dus daar was ik de dupe van, want Niels is werken. Dus zijn antibiotica slaat aan, dus hij voelt zijn eigen goed genoeg om te gaan werken. Nou, dat moet hij zelf weten. Dat moet hij doen. Maar ja, dat is het voordeel van antibiotica en een bacteriële infectie. Dan heb je dit soort dingen, dat het sneller overgaat. Ik moet het gewoon uitzingen. En dat is niet erg. Dat is gewoon prima. Maar ook ik merk daar lichamelijke nadelen van. Zoals bijvoorbeeld mijn nek die gewoon strak staat met bulten van de lymfeklieren. En dat, want er zijn nog een paar bulten bijgekomen, voel ik. Aan allebei de kanten. Dus ik heb het gevoel alsof ik een klap op mijn nek heb gehad. Omdat mijn lichaam zo hard aan het werk is. Nee, Jordi. Jordi is nog steeds thuis. Ik heb wel het idee dat het wat beter gaat met hem, nou die de antibiotica heeft. Zijn oor loopt niet meer, maar er zitten wel korstjes, dus die moet ik straks heel even schoonmaken. Maar dat kan ik pas doen wanneer Niels thuis is, want ik heb niet de kracht om hem in bedwang te houden om het schoon te krijgen. Dus dat, en dat is prima. Dat mag. Dus Niels die moet straks heel eventjes hem vasthouden en dan kan ik hem gauw schoonmaken. Dat is ook zo gedaan dan. Liam en Sam zijn naar schooltje toe. En mijn hart breekt elke keer dat ik Sam moet brengen. Want Sam die gaat eigenlijk elke keer op dit moment huilend naar binnen toe. En dat is eigenlijk niet de bedoeling. Maar ja, het is zoals het is. Ja, dat. Verder... moet ik ze daar ook weer ophalen. Ik heb boodschapjes gedaan. En ik heb nog iets gehaald. En ik vond het van mijn eigen best wel slim. Ik heb bij de Action een lamineermachientje gekocht. Met lamineersheets. En voor Jordi. Of voor Liam. Heb ik dit gehaald. En... voor Liam of Jordi heb ik deze gehaald. Daar wil ik op een foto zetten. Heel duidelijk wat we die dag gaan doen. Zodat het uiteindelijk voor hun duidelijk wordt van wie wat gaat doen. Maar dat het komt te hangen, ik heb nog geen enkel idee. Ik denk dat het onder de tv het slimste is. Zodat ze daar uiteindelijk zelf ook... mee aan de slag kunnen en dat is prima. Dus dat is wat ik bedacht heb. Misschien dat ik het wel met plaatjes doe, maar dan moet ik even kijken, want ik heb geen printer. Dus dan zou ik het naar mijn vader moeten sturen en dan print hij het uit en dan zou het ook geregeld zijn hoor, daar niet van. Maar ik ben heel even aan het bedenken hoe. Dus dat. Ja, en als er voor Sam één nodig is, maak ik er voor Sam ook eentje. Misschien dat ik alles wel gewoon in 3-fout uit wil printen. En dat ik het alvast voor Sam heb. We gaan het zien. Maar dat het in ieder geval voor de kinderen duidelijk gaat worden wat ze die dag gaan doen. Ook omdat ik het voor Liam natuurlijk niet duidelijk kan krijgen. Dus ik wil het gewoon duidelijk maken voor hem. Dus ja, dat. Ja, verder is het gewoon rustig aan doen en ja, mijn ding doen. Ik heb echt serieus het gevoel alsof ik een whiplash heb. Ik heb ook weer een ontsteking hier, die gewoon iedere keer terugkomt. En het is allemaal in één werking, zeg maar. Het is allemaal strak en het doet pijn en dat. Maar goed, we overleven het wel. Het is gewoon even... kwalitatief uitermate teleurstellend momenteel voor mij. Maar ja, dat komt wel weer goed. Als het goed gaat maandag Jordi gewoon weer naar school. Dus dat is in ieder geval positief. Want ik ga ervan uit dat de antibiotica gewoon goed zijn werk doet. Tot nu toe is hij al een stuk vrolijker. En een stuk gezelliger. En een stuk blijer. Hé Jordi? Je snottert wel hè, dat wel. Je doet wel snotteren hè. Maar het gaat al een stuk beter, hè? Ja. Dus ja, dat. Voor de rest, dat. Ik heb de twee jongste gastjes van mijn gezin opgehaald. Middels de gastje, ik noem geen namen. Die. Boos, vervelend. Nou, ga zo maar door. Dat is gewoon zo. Het gaat niet zoals hij gewend is, zoals hij wil, et cetera. Nou, dan krijg je dit soort dingen. Sammy ligt op bed. Die is moe. En ik denk dat meneer Sagrijn niet al slaapt. Ja. Bijna. Duurt niet lang meer. Jordi daarentegen... Ik heb geen last van het kind. Het kind is vrolijk. Het kind is blij. Het kind is... Ik weet niet. Het is de Jordi die ik graag zie. Heb ik alweer even niet meer gehad. Hé jongen? Mama's ventje, hè? Ja. Hij is hartstikke blij en hij geeft even kusjes als je bij hem komt. En hij is hartstikke vrolijk. Hij heeft wel last. Dat wel. Dat laat hij zien. Maar hij is verder gewoon echt vrolijk. Ook al heeft hij er roos aan staan of niet, maakt niet uit. Want ik heb hem zonder en ik heb hem met gehad vandaag. Maar, die middelste, dat is een pittige. Ik zat net heel eventjes door de reacties heen te scrollen. En doordat iedereen hier zo'n ziekenboeg is geweest en dat ik het zo druk heb gehad, ben ik gewoon helemaal vergeten te reageren op iedereen. En ik vind dat zo verschrikkelijk als ik dat vergeet, hè. Dus heb ik niet gereageerd op je. Het spijt me. Ik heb wel alles gezien en alles gelezen. Over de gebaren. Ik had jullie gevraagd van willen jullie hè? Er zijn een paar reacties geweest. Die hebben gezegd van ja, vinden we eigenlijk wel leuk. Ik ben aan het bedenken hoe dat ik dat wil doen. Ik zit eraan te denken om dat gewoon 1 keer in de week zeg maar op maandag... jullie mee te nemen welke gebaren ik die week oefen. En dan proberen om het tussendoor erin te brengen. En dat ik het dan een keer film. Ik wil het proberen. Ik kan geen garantie geven, maar ik wil het wel proberen. Dus dat. En ik wil jullie meer meenemen in kookvideo's. Dus dat wil ik ook nog. Dus daar moet ik heel eventjes in gaan bedenken hoe dat ik het wil doen. Wel alle Mandy-stijl natuurlijk, hè. Ik ben niet de standaard vlogger en de standaard... Nee, ik ben wel gewoon Mandy en ik doe het op de Mandy-manier en niet op de andere manieren. Ik ga niet goed op, zo doet die het, dus dan moet ik het ook zo doen. Absoluut niet. Dus dat. Ik ben al wel bezig met het eetkoken voor vanavond. We eten kippenworstjes. Die zijn van de Turkse slager. We eten broccoli en we eten erpels. Gewoon AVG'tje, aardappelsvlees en groenten. Met jus. Heb ik jus gehaald? Ja, ik heb jus gehaald. Jus. Die. Ik maak ook altijd hele dikke jus. Vind ik lekkerder. Van vroeger uit bij mijn oma. Die maakt ook altijd dikke jus. Ik hou daarvan. Lekker. En Jordi vindt het ook lekker. Dus ja, hè, dat. Dus ja, ik zit allemaal een beetje erover nog te denken. Maar ik heb bijvoorbeeld nog een ontstoken oog. Je ziet het hier. Ik heb het gevoel alsof mijn hoofd uit elkaar bonkt van de koppijn. Paracetamol, dat is mijn beste vriend, denk ik. Niet helemaal, maar... Hè. Mijn oren doen pijn. Ze zijn niet ontstoken, dat niet. Want het is niet... Het is wel iets erger geworden, maar het is niet erger geworden. Mijn keel is ook nog steeds hetzelfde. Dus ik wil wel eerst even een beetje beter zijn in die zin. Ik slik mijn vitamines. Wat je bij een gastric bypass ook echt altijd moet doen. Dus die pak ik. Ik pak mijn calcium. Ik pak alles gewoon trouw. Hij is een spelletje aan het doen. Het heet App voor Peuters. Die hebben we gekocht. Want Jordi vindt het helemaal geweldig. Dus dat zullen we niet voor even kopen, zeg maar voor een hele lange tijd. Ja, doen ze dansen, hè? Zijn auto. Moet je nog een keer duwen? Zie je, gaat hij zitten luisteren. Doe maar drukken. Moet je hier doen. Moet je hoger doen, moet je zo doen. Een hele goede morgen. Ik voel me eigenlijk nog niet super. Ja, mooi verhaal, doen we niks mee. Ik heb gisteren wel even me-time gehad. Ik heb even mijn nagels gedaan. Toen ik eenmaal klaar was, brak deze af. En om het snel af te hebben, heb ik hem maar roze gemaakt. Ja. Dus dat. Mooi verhaal, jongen. Niels is werken. Of nou ja, hij is met zijn eigen bus bezig. Ik ben thuis met de kindjes. En ja, dat is wat ik aan het doen ben. Joef! Hou op, je hoeft niet te zorgen. Move! Dus ja, Jordi zit daar. Ligt daar. Iets te doen. En Lia moet doen. En Sunny is daar. Dat dus. Ik ga dadelijk het even wel doen hier. Maar eerst de kinderen fruit geven. Deze kat helemaal tintelt. En doet gewoon pijn. Oh. Het is zoals het is. Ik heb al even niet meer gevlogd vandaag. Mijn god, we hebben het echt druk gehad. Niels die is rond het middag weer thuis gekomen. Ik ben voor hem zijn eten gaan maken. Toen kwam een kennis en een vriend. Die kwamen. Die hebben eventjes meegeholpen met, want toen hebben we ook nog een loodgieter. Ze hebben even de ketel een beurt gegeven. Er moest nog even iets op een verwarming gemaakt worden, want dat was bij Liam kapot. Zo'n draaiknop om de verwarming aan of uit te zetten. Nou, dat is allemaal gedaan. Ondertussen heeft hij een hele hoop bende gecreëerd en toen ben ik gauw naar de winkel toe geweest. Daarna ben ik voor carnavalskleding gaan zitten, want hier in Den Bosch wordt er natuurlijk anders gevierd als anders. En dan heb ik voor de jongens heb ik een kiel gekocht. Voor mezelf heb ik een jasje nog gekocht. En voor Niels heb ik een jasje en een paar emblemen. Want aankomende woensdag komen mijn ouders. En dan kan mijn moeder ze erop naaien. Dat heb ik aan mijn moeder gevraagd en ze wou dat doen. Dus dat. En toen was het inmiddels alweer tijd om te eten. Jordi was in slaap gevallen, dus die moesten we wakker krijgen. Liam heeft niet geslapen. Dus ja, we zijn eigenlijk continu bezig geweest. En ik heb gewoon geen tijd meer gehad om te vloggen. Dus dat. En dan gaan we dadelijk alle kinderen de douche in, naar bed. En dan gaan Niels en ik hier nog aan de gang, want ik wil nog 2 kasten uitruimen. En hier opruimen en even stofzuigen en dweilen en dan op de bank ploffen. Dat dus. Klapjes in de handjes, blij, blij, blij. Op Jordi zijn polletje. Allebei handjes in de hoogte en handjes in Jordi zijn zij. Zo vaart onze Jordi voorbij. Yay! Niels, wat hebben we vandaag allemaal gedaan? Ik ben op mijn werk geweest. Ja. En daarna hebben we ook op zolder de ketel moest een beurt hebben. Ja. En bij Liam op de kamer moest de verwarmingskraam vervangen worden. Ja. En toen hadden we water geknoeid. Ja. Hier beneden in de woonkamer. Ja. Dus toen moesten we ook de bank verzetten. En we moesten ook nog een kast uitruimen, dat hebben we dan ook maar gelijk gedaan. Ja. Ik heb al die fotolijstjes daar afgedaan. Ik heb de verwarming helemaal schoongemaakt. Onder de banken, want de banken stonden allemaal aan die kant. Hebben we helemaal gestofzuigd en gedweld. De mat aan de kant gehad, gestofzuigd en gedweld. We hebben veel gedaan. En nou is alles netjes. Nou is alles pik en span. Oh, we hebben ook nog de kindjes gedoucht. Tadaa! Nee, dat heb jij gedaan. Je hebt de kindjes gedoucht. Ja. Ja. Heb ik niet gedaan. Je hebt alle kleren klaar, hè? Ja, nou... Maar we zijn nu klaar en we gaan nu bankzaken doen en naar bed. Mm-hmm. Yes. En morgen weer een dag. En als je alles gedaan hebt, wat ga je dan doen? Lekker bank hangen. En even lekker snacken. Wij gaan lekker bankzaken doen. Een hele goede morgen. Het is zondag en vandaag gaat ons dag voornamelijk bestaan uit... relaxen. En eten. Heel veel eten. Want, wat gaan we doen? Uiteten. Uiteten met de familie van ons. En dat loopt te lopen een buffet, dus ja. Hè? Maar voor nu heb ik eerst ontbijt slash lunch, brunch, hoe je het ook wil noemen, voor de kinderen gemaakt. Deze is van Liam. Deze is van Sam. En deze is van Jordi. Niels en ik hebben lekker broodjes dus, en een eitje en lekkere dingetjes. Dus laten we lekker op deze zondag gaan zitten. Top. Smakelijk voor de mensen die dit kijken onder het eten natuurlijk. Zo, ik heb mij eigen opgekalefaterd. Niels heeft zichzelf opgekalefaterd. En de kindjes ook. En nou gaan we lekker uiteten. Nou, jullie horen het. Dat dus. Dus ja, we gaan lekker uiteten met de familie van Niels. En ja, omdat ik getrouwd ben. Ja, dus dat. En toen had ik alles weer afgehaald, mijn gezicht helemaal verzorgd. De kinderen liggen op bed, dat heeft papa geregeld. Mama heeft melk opgeruimd die Liam op de grond had gegooid. Ja, dus we hebben ons portie alweer gehad. Zodra ik nog even brood smeren, fruit maken en alles klaarleggen voor morgen. Beetje administratie doen. Ja, dus bij deze, wat gaan we doen? Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Tot de volgende.